Maar Kooijman, hij wil vooralsnog van geen wijken weten met Newton Renka en handhaaft die halve lengte voorsprong en heeft zo dadelijk weer de voordelige binnenbocht. Hoewel voordelig, het is daar wel zwaar hoor, dat pad. En het is aan de binnenzijde Newton Renka, aan de buitenzijde dan die Luna Charisma. En achter deze paarden komt Jort voorbij aan paard nummer 2, Veld en Elisabeth. En is het wachten op het moment dat de vlieger zijn paard gaat loslaten. Uw favoriet, die ligt daar op de vierde plaats. En de paarden zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan met aan de binnenzijde Newton Renka. Luna Charisma. Heeft het dapper geprobeerd, maar moet nu toch echt passen. Kan naar de reling. En aan de buitenzijde komt daar die aanval van Rob de Vlieger met zijn Moneymaker Bear. En die begint nu lekker op stoom te komen. En dat is het moment dat hij de koploper Newton Renka gaat proberen aan te vallen. Deze twee paarden nu met voorsprong. Jort die ligt op de derde plaats. En achter Jort komt binnen door Gucci Shadow naar voren. Gigant van een outsider. En we komen dan in de laatste rechte lijn. En het is aan de binnenzijde nog altijd Newton Renka met op de tweede plaats dan die Rob de Vlieger. Maar die moet op gaan passen, want Gucci Shadow komt er hard aan de buitenkant. En het is close. Maar Gucci Shadow komt heel hard en die komt misschien nog wel de koploper bedreigen ook. De aankomstrechter heeft het laatste woord. Het is de 4 of de 8, de 8 of de 4. En ik denk dat derde geplaatst is paard nummer 3. Officiële winnaar hier dus de 4 Newton Renka. Newton Renka aan een 4-jarige bruinerui van Booster Winner uit El Pasa Renka. Gefokt door de familie Knipscheer in eigendom van de Gele Canaries. Die is weer een overwinning scoren. Trainer Bas Krebas en winnende rijder Tom Kooijman. Hier in de Martin de Waal Memoriaal. Newton Renka gaat op de foto met verzorger Michel Groen. Ook Peter Delers en meerdere mede-eigenaren van de Gele Canaries. En we praten even met Tom mee. Tom, je zei het vooraf al, Emmeloord was net eigenlijk iets te vroeg. Vandaag kon je wat langer wachten. Ja, ik kon natuurlijk mooi de kop krijgen nu. En Frans kwam er gelukkig al naast rijden, 2 ronden voor het eind. Dus ik had een opduwertje. Ja, de laatste 50 meter is gewoon een beetje makkelijk, maar we waren ruim binnen. Dus het ging heel makkelijk vandaag, Ferry. Top gelopen. Prachtige overwinning en hij is voorlopig nog niet uitgewonnen dit seizoen. Nee, het is gewoon een heel goed paard. En hij moet gewoon in zijn hoofd even helemaal goed worden, dat hij echt meer zin in krijgt. Maar het ging vandaag weer een stuk beter. Super Tom, gefeliciteerd. Dankjewel. Mooie zegen de Martin de Waal Memorial. Dames en heren, als hij straks nog één keer aan u voorbij komt, geef hem dan een groot applaus. Tom Kooijman, Newton Renka. Start vrij. Dames en heren, jongens en meisjes, horecaondernemers in het bijzonder. Welkom op de Horecadag 2024 in de Alkmaar Zieturf Arena. Waar we ons op gaan maken voor koers nummer 1. Martin de Waal Memorial. 8 paarden gaan zich formeren achter de vleugels van de startauto. En ook bij het startvrij nog altijd een open aangelegenheid. Waarbij paard nummer 3, Moneymaker BR, de favoriete status bezit. De auto is met de paarden aan de overkant. 50 meter nog. En de start is gevallen, de paarden zijn onderweg en na de start wordt de leiding genomen door Velten Elisabeth. Velten Elisabeth heeft aan de buitenzijde schuin naast zich Newton Renka. En dat is op dit moment de tweestrijd om de koppositie. We kijken wat verder weg in het veld, komen we onder andere aan de binnenzijde met een topstart King Fanatic tegen. En daarachter geldt dat nog in extremere mate voor Guvo Greenwood. En achter deze paarden hebben we dan in vijfde stelling Jort. En dat is de situatie als de paarden straks de rechter passeren. De Alkmaar ziet er. Arena. En het is in de kop Newton Renka. 2 rondes betekent dat over deze afstand. Newton Renka op de tweede plaats. Hebben we dan aan de binnenzijde nog altijd die Veld en Elisabeth. 3 rondes uiteraard. En achter Veld en Elisabeth hebben we dan aan de binnenzijde King Fanatic. Die op een lengte wordt gevolgd door Guvo Greenwood. En achter Guvo Greenwood hebben we dan Jort. Jort die op wachten wordt gereden vandaag voor de verandering. Wordt gevolgd door Moneymaker BR. De favoriet ligt ver weg. Maar heeft eigenlijk nog alle tijd van de wereld om daar wat aan te doen. Gucci Shadow zit daarop te wachten. En achter Gucci
Shiseido hebben we er nog één deelnemer in. Laatste stelling op dit moment. En dat is Luna Charisma. Paarden komen op weg naar de rechte lijn voor de tribune. Dus bij het passeren van de finish, let wel, nog 2 volledige rondes te gaan. En er gaat wat reactie in het veld komen. Wie anders dan Jort is het die de knuppel in het hoenderhok gooit. En die gaat aan de buitenzijde nu langzaam maar zeker wat naar voren. En vormt de ideale gangmaker voor Moneymaker BR, uw favoriet. Maar met de oortjes omhoog is het aan kop van het veld Newton Renka. En er komt reactie, Frans van der Blonk. Hij brengt nu aan de buitenzijde zijn Luna Charisma in de hoogste versnelling. En die gaat driedik ten aanval en strijkt zo dadelijk neer op de koploper Newton Renka. Maar Kooijman, die ziet hem komen en die neemt de handschoen op. En daarachter hebben we dan aan de binnenzijde Veld en Elisabeth. Die krijgt de ultieme koers op maat. Daarachter hebben we dan aan de buitenzijde Jort. Tempo gaat serieus omhoog. Aan de binnenzijde is het dan King Fanatic. En daarachter moest zelfs de favoriet heel even passen. Maar heeft inmiddels weer de juiste cadans gevonden om zo dadelijk in die laatste ronde paarden te gaan passeren. Zoals ik u dat beloofd heb. Maar of het gaat gebeuren, dat valt allemaal nog te bezien. We komen zo dadelijk weer 2-2 in de rechterlijn voor de tribune. En mooi dat die Frans van der Blonk er toch een harde koers van maakt aan de buitenzijde met zijn Luna Charisma. Maar Kooijman, hij wil vooralsnog van geen wijken weten met Newton Renka en handhaaft die halve lengte voorsprong en heeft zo dadelijk weer de voordelige binnenbocht. Hoewel voordelig, het is daar wel zwaar hoor, dat pad. En het is aan de binnenzijde Newton Renka, aan de buitenzijde dan die Luna Charisma. En achter deze paarden komt Jort voorbij aan paard nummer 2, Veld en Elisabeth. En is het wachten op het moment dat de vlieger zijn paard gaat loslaten. Uw favoriet, die ligt daar op de vierde plaats. En de paarden zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan met aan de binnenzijde Newton Renka. Luna Charisma heeft het dapper geprobeerd, maar moet nu toch echt passen. Kan naar de reling. En aan de buitenzijde komt daar die aanval van Rob de Vlieger met zijn Moneymaker BR. En die begint nu lekker op stoom te komen. En dat is het moment dat hij de koploper Newton Renka gaat proberen aan te vallen. Deze twee paarden nu met voorsprong. Jort die ligt op de derde plaats. En achter Jort komt binnen door Gucci Shadow naar voren. Gigant van een outsider. En we komen dan in de laatste rechte lijn. En het is aan de binnenzijde nog altijd Newton Renka met op de tweede plaats dan die Rob de Vlieger. Maar die moet op gaan passen, want Gucci Shadow komt er hard aan de buitenkant. En het is close, maar Gucci Shadow komt heel hard. En die komt misschien nog wel de koploper bedreigen ook. De aankomstrechter heeft het laatste woord. Het is de 4 of de 8 of de 4. En ik denk dat derde geplaatst is paard nummer 3. Maar we gaan even de slow-mo bekijken. Worden we daar enigszins wijzer van? Of heb ik de slow-mo al gemist?